Voorlopig verkeerd voor tweede paal. Juas vrij. Juas kopt die terug in het pak. Dat is goed gedaan. Voor met een Sumbu. En met doodsverachting. Biglia, zwiepen. En de goal, nee! Inyama Hassan. En dan toch het doelpunt van Nicolas Frutos. Geen buitenspel. En Anderlecht op 1-0. En de bevrijding, wie weet, de Argentijn. Biglia. Met wat een voorzet was, absoluut. Bal die eigenlijk te ver gaat. Inyama die ook een voorzet verwachtte. Die bal nog tegen de lat kon duwen. En dan eerst Hassan. En dan Frutos. Even kijken, Biglia. Hassan. En Frutos vertrekt van achter de bal. Je zou wel kunnen zeggen dat Wasilewski de doelman hindert. Ook hier, nu. En dan stond die wel buitenspel. Maar we gaan erover zwijgen. Zedig over zwijgen. 1-0. Nicolas Frutos. Op. Abedi. Eigenlijk heet hij Robson Vicente Gonçalves. Maar zijn roepnaam is Abedi. Nog een Braziliaan. Dit moet hem worden. Voor Anderlecht. En dit wordt hem. Via Nicolas Frutos. Biglia Frutos, alweer de Argentijnse connectie, 2-0, Anderlecht wint zijn eerste match in de UEFA Cup. Poules, dat kunnen we nu wel zeggen. Want we zien dit Hapoel Tel Aviv niet terugkeren. Iedereen stil bij Hapoel, Frutos en daar weer Wasilewski, die slim mee is hoor. Randje buitenspel. En hier Wasilewski, ook naar die bal kijken. Ik kan niet zeggen dat hij de doelman wil hinderen, maar hij is weer handig daar. En als we nog één keer die herhaling straks kunnen krijgen, waarop je...